volle bak. Hier gaan we rijden met 316. En dan de andere van de leerrijder. Die volgt daar. Jonge Kolenbeek op plek nummer 3. Dan is nummer 14. Met Dion van de Leeuwen. Dion van de Leeuwen. Ook wel maar hij had niet nog eentje op plek nummer 2. Maar ik zal in de finale daar niet bij laten zitten, denk ik. Een mooie sprong. En dat is natuurlijk Dylan van Doetsen van dezelfde hoogte. Hij is daar een gaatje van een metertje of 10 of 15 natuurlijk. En dan eens even kijken daar met 130 Raymond Meurten op de tweede positie van de leerrijder. En dan een verrechtje in Amenhoven. Jonas Kooijman komt daar eentje binnen door. En eentje van SC Amazonia, Robert van Mel. Hier op vier rijden. En toch eventjes het kaas van de boterham laten afweten. Vind ik zo. Dan gaan we eventjes naar het grotere geschut tegen Zand. De eigen klasse, 14 jaar en ouder. En als ik niet snel ben, dan zijn ze al voorbij. Aanrijding hier met 251. Klokken rijden en gevolgd door Rony van Achtel. En de Amazone hier voorop met de kreentje. Gevolgd door 2-3 van Gelder Malsen. En dan zien we dat ze alweer over die vierkleding zijn. De race 17 aan de leiding hier. Renzo van FC Amazone. Gevolgd door 2-3 van Gelder Malsen. En dat zal ongetwijfeld Kenneth Kietzinger en Leon Bouw zijn. Daar komt eventjes Tone Soda, 377, Leon Bouw, die nog op plek 2. En dan Wolf Botterman, die daar niet op, voor zeggen, als je niet op hebt, nog eventjes vervelen. Dat zou natuurlijk Tom van Dunder zijn, van Milan. Ik ga wel wat volgen. De hand van Wijk en Erik Boelema. Dan hier met 476 Jannik van Dinter aan de leiding van Nuland. Gevolgd door die.